Na de doop, dus ook een pastoor heeft hem echt ingezegend. Echte champagne. Nou, dit kan niet meer fout gaan natuurlijk. Breda Nu. Wethouder Boas Adank heeft deze week de nieuwe vloot van Atea Groep gedoopt in de haven van Breda. 13 rolstoelers van de Atea Groep zijn uitgenodigd om samen met de wethouder de eerste officiële vaart mee te maken. De Atea Groep heeft besloten om de succesvolle rondvaart De Nieuwe Mark voort te zetten en heeft daartoe 3 nieuwe boten aangeschaft. Een van deze boten is toegankelijk voor mensen met een beperking en is voorzien van een rolstoellift. Ja, super enthousiast ben ik hierover. Niet alleen hebben we 3 nieuwe rondvaartboten er vandaag in gebruik genomen, maar 1 van die rondvaartboten is maximaal toegankelijk. Dus ook rolstoelers, minder verlieden, kunnen met een lift heel makkelijk aan boord worden gebracht. Dus ja, super gaaf natuurlijk. De rondvaart die bestaat eigenlijk vanaf 2004, 2005 ongeveer. Toen zijn we begonnen met een aantal blauwe rondvaartboten die we eigenlijk uit Sertogenbosch over hadden genomen. Die waren uit de tijd. Die waren eigenlijk een ver op, zeg maar. En gemeente Breda heeft het mogelijk gemaakt om samen met Atea te investeren in nieuwe rondvaartboten die volledig elektrisch zijn, lekker duurzaam. De mogelijkheden tot rolstoelers mee te nemen vanwege een rolstoellift. En het is gewoon grandioos om daarmee te mogen werken. Na de doop, dus ook een pastoor heeft hem echt ingezegend. Echte champagne. Nou, dit kan niet meer fout gaan natuurlijk. De maan van de paard, de zon en de herrie. Ik vond het heel mooi. Het zijn hele mooie boten, bruikbare boten. En ik vind het ook mooi dat Breda zich daarvoor openstelt. Want daarmee laten ze zien dat iedereen meetelt in Breda. Dat willen ze ook uitdragen. Nou, dat laten ze op deze wijze heel mooi zien, vind ik zelf. Ik vind het een hele belevenis. Je ziet Breda eigenlijk wel uit andere ogen. Normaal cross ik altijd door Breda, maar dan met de boot. En je krijgt ook nog mooie uitleg over de geschiedenis. Het is echt heel mooi om te zien. Maar super gaaf. De medewerkers zijn ontzettend enthousiast. Dus dat belooft heel veel leuks. Dus boek een ritje. Ga een keertje varen met de boot. Ben je minder valide? Het kan ook allemaal. Breda Nu.